De dambreuk van het dorp Aljans in het district Kommewijnen was te verwachten. Dit zei landbouwminister Prelaat Suudin gisteren aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman geeft aan dat op enkele gebieden in de buurt van Alkmaar ook oevers zijn beschadigd door de rivier. Het is vroegtijdig gerapporteerd. Ik was al bezig met het proces voor inschrijving. Totdat vorige week mij werd gerapporteerd van nee, het is ernstig. En minister, u moet opschieten. Ik heb offertes opgevraagd. Ik heb 2 offertes binnengehaald. Want je moet langs de rivier moet je heien. En waar is weggeslagen, afgespoeld, moet je opvullen. En 1 offerte bedroeg 4,5 miljoen ongeveer. Een andere 40% goedkoper, 2,5 miljoen. En ik heb toen die aannemer gevraagd van, er is sprake, er komt een calamiteit, we verwachten dat. Begint te mobiliseren. En hij was al bezig met de mobilisatie. Je moet palen hebben. De minister zegt verder dat de oevers op bepaalde gebieden langs de Kommewijnenrivier door hulpdammen worden versterkt. Nu wordt gewerkt aan het herstellen van de schade te Aljans.